Welkom lieve luchttekens, vandaag de Golden Art in Votero, de Heart Hidden Secrets orakeldek en dan nog de Feeën en Romance Angels orakeldek voor deze liefdesreading. Ik ga in eerste instantie kijken van wat is de energie voor alle luchttekens. Het is de rode draad op dit moment voor alle luchttekens. En daarna ga ik individueel kijken wat betekent dit voor de tweelingen, de weegschalen en wat betekent dit voor de watermannen. Dit kan de liefde zijn, maar dat kan ook zelfliefde betreffen. Dus je moet maar even kijken. Tot nu toe is het allemaal liefde geweest, maar een enkele keer komt er ook zelfliefde uit. Wat mogen wij weten in de liefde voor de luchttekens, spirits and guides? De rode draad. Ik denk dat je naar rustig vaarwater bent gegaan. Dat je probeert de connectie nieuw leven in te blazen. Of dat je extra je best doet voor de connectie. Maar je weet dat dit niet het fundament is eigenlijk. Waar jij op had gehoopt. Ik denk dat er toch wat onbalans zit hier en daar. Ondanks dat je naar rustig vaarwater bent gegaan. Dus je hebt geen ruzies meer of zo. Maar toch weet je van, dit is niet wat ik op had gehoopt. Of dit is niet wat ik wens. Wat mogen wij weten voor de tweelingen? Wat mogen wij weten voor de weegschaal? En wat mogen wij weten voor de waterman? Dan wil ik die kaarten nog verklaard hebben. Wat mag ik voor deze kaart weten? Verklaring. Voor deze. En voor die. Oké, nou, we gaan kijken. Dus voor de meesten ben je misschien met een ex teruggegaan. Of de vader of je moeder van je kinderen. Heb je het er nog een kans gegeven? Je bent naar rustig vaarwater gegaan. Of je zat al in een relatie en je had zoiets van, nou, het was niet helemaal goed. Maar we hebben toch besloten om eraan te werken. Maar vooralsnog geeft het niet het gewenste resultaat. Dan hebben we hier voor de tweelingen. Dat je mag wachten op goddelijke timing. En dat het kan zijn dat je in een negatieve mindset zit. Zo van, we hebben het alles geprobeerd, toen is het ook niet gelukt. Dus het kan zijn dat je zelf smet op de situatie brengt door een negatieve mindset te hebben. En dat weet dat jouw gedachtes, dat die heel sterk zijn. Dus je kan een connectie maken of breken. Dus probeer die positieve mindset te behouden. Wat mogen wij weten over word waiting for en negatieve mindset? Ja, je bent toch een nieuwe connectie. Je hebt deze connectie toch een nieuwe kans gegeven. Ondanks veel teleurstellingen, verdriet, wil je toch kijken of dit kan lukken. Het kan zijn dat je inmiddels ook hebt gekeken naar andere mogelijkheden, andere opties. En dat je zoiets hebt van, ik wil hier een succes van gaan maken. Dus probeer die mindset dan positief te behouden, want er gaat wel wat veranderen in de goddelijke timing. Dus blijf positief totdat je ook daadwerkelijk verandering ziet. Wat mogen wij weten voor de weegschalen? De weegschaal heeft zoiets van, dit is mijn ware persoon. Maar deze persoon die wacht ergens op. Het kan zijn dat jij wacht totdat de ander zich bevrijdt uit een connectie. Het kan zijn dat je wacht omdat je bent misschien aan het werk en je hebt zoiets van, op dit moment kan ik de ander niks bieden. Dus ik wil eerst financieel wat steviger in mijn schoenen staan. Wat mogen we hier nog meer over weten? Ja, je wil graag jouw wensen of misschien zelfs wel de wensen van de ander in vervulling brengen.
En je hebt het gevoel dat daar nu niet de juiste moment voor is. Kan zijn dat je ergens aan vasthoudt of dat je jezelf moet temmen. Maar met de oordeelkaart is het tijd daar dat er een verandering komt. Dus ik denk dat dat wachten, dat doorbroken wordt door deze oordeelkaart. Het kan zijn dat wachten, daar komt een einde aan. Ik denk dat jij iemand kent, een goede vriendin of een goede vriend, waar jij dus het gevoel van hebt, dit is mijn ware persoon. Maar het kan zijn dat jij een andere connectie al hebt. En het kan zijn dat met deze oordeelkaart dat jou geen wachttijd meer wordt gegund, maar dat die connectie wordt doorbroken. Dat kan zijn omdat de ander de stekker eruit trekt. Het kan zijn dat er iets gebeurt, dat je betrapt wordt door je eigen man of vrouw. Wat het dan ook is, ik voel bij deze oordeelkaart voel ik een abrupt einde. Waardoor je weet van, ik zit in een illusie of dit was een illusie. En jij of de ander, maar ik voel meer voor de ander, is naar rustig vaarwater gegaan. En heeft deze triangel, of wat het dan ook is, geweest doorbroken. Wat mogen wij weten voor de watermannen? Ik denk dat de waterman zich erg aangetrokken voelt tot een bepaald persoon. En dat jullie op een gegeven moment daar eerlijk over gaan zijn. Dus dat je dat gaat communiceren. Dat je dus niet meer dit geheim houdt of dit voor je houdt, maar dat je dat gaat vertellen tegen de ander. Kan zijn dat je dat in een opwelling doet of er komt een moment waardoor je het gevoel hebt van ik moet nu handelen, want dit is een uniek moment, deze kans krijg ik niet weer. En dan ga je dus de liefde uiten. Kan zijn dat deze persoon al in een relatie of in een huwelijk zit, maar toch wil je dit verteld hebben. Kan zijn dat dit iemand is uit het verleden die terugkomt, of iemand uit het verleden waar je aan denkt. Het kan ook zijn dat je hier te maken hebt met iemand uit een vorig leven. Dus ook de vorig leven kaart. Wat mogen wij nog meer weten over die onbalans? Kan zijn dat je twijfels hebt, dat je slapeloze nachten hebt en dat je uiteindelijk toch tot de conclusie komt van dat je iets los moet laten. Voor sommigen een huidige relatie, voor anderen misschien een partner waar je aantrekkingskracht voor voelt. Dus voor sommigen ben je, net als hier bijvoorbeeld, ik weet niet waarom dat deze waterman ineens zijn liefde gaat uiten als je weet dat die persoon nog vastzit of als je zelf in een relatie zit. Maar op de een of andere manier heb jij het gevoel van ik moet dit doen. Kan ook zijn dat dit natuurlijk zo gestuurd wordt door het goddelijke, het universum, de kosmos. Hier heb ik het gevoel van dat je ook twijfelt aan je huidige relatie. En op het moment dat je maar wacht en wacht, wordt er al zeg maar iets geforceerd. Dus ook al wacht jij, word je bijvoorbeeld betrapt door je eigen partner, waardoor dit stopt, of die ander waar jij van denkt van dit is mijn ware partner, die trekt de stekker eruit. Dus hier is er ook in principe een onverwachte energie. En hier gaat het meer om vertrouwen hebben in een positieve mindset, tot dat moment daar is met word waiting for. En dat je dan toch een succesvolle uitkomst hebt. He, dat je toch die overtuiging gaat krijgen met die aas van, of die aas,
Die Aas van Bekers, maar ik bedoel, die koning van staven, die heeft overtuigingskracht. Die heeft zoiets van, ik ga ervoor en ik weet zeker dat dit gaat lukken. En met die negatieve mindset, mag jij, lieve tweeling, daar uitkomen. En je mag dus die overtuigingskracht voelen, want dit is van, ik heb gewonnen, ik ga de buit binnenhalen. En zeker deze combinatie met die koning van staven, meer overtuigingskracht hebben. Wat er in het verleden gebeurd is, laat dat los. En positieve mindset, want dit heeft een kans van slagen, mits jij overtuigd bent van dat het gaat lukken. Dankjewel allemaal voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.